Dat is eigenlijk wel goed. Ja, je kunt wel heel erg gaan klagen, maar wij zijn gewoon een beetje creatief bezig gegaan. En daarmee hebben we toch best wel wat te doen. Dus nu eindelijk, we staan hier nu weer. En er komen allemaal weer mensen langs die hier bier komen halen. Dus we hebben eindelijk weer een beetje de interactie met mensen. En dat hebben we wel echt gemist. Maar we zijn wel gewoon lekker druk bezig geweest. Ja. Nou, we hebben een online festival zijn we gestart. Dus dat is vandaag, op dit moment. Achter ons, de computer die loopt ook. En er zijn nu 22 brouwers van over heel Nederland zijn nu live online. En mensen hebben dus bieren gekocht in pakketten. Die hebben ze thuis gekregen of hebben ze hier opgehaald. En die proeven ze thuis met vrienden, kennen ze in de tuin of wat dan ook. Dus we zien iedereen voorbij komen nu. Dat hebben we gedaan. We hebben zelf bierpakketten verkocht, ook rondgebracht in Twente en omgeving. En zo zijn we wel druk bezig geweest. De brouwerij verbouwd. Nou ja, weet je, op het moment dat Mark Rutte bekend maakte dat alle festivals niet door zouden gaan in Nederland, tot 1 september, toen hebben wij gedacht van we moeten toch iets doen met ons festival. We zouden namelijk gisteren ons festival houden, 30 mei. En dat kon helaas niet doorgaan. Dus toen hebben we bedacht van we gaan het online doen. We gaan pakketten versturen over heel Nederland en mensen kunnen samen online gaan proeven. Dus iedereen is nu een beetje gewend, verplicht, gewend aan online vergaderen, et cetera. Ja, dat kan ook met vrienden. Dus wat we nu aan het doen zijn is, achter ons hoor je de computer misschien wel lopen. We hebben 22 brouwers van over heel Nederland die nu online praten met mensen die een bierpakket hebben gekocht en daarbij uitleg geven. 22 brouwers. Er zijn dus brouwers vanuit de regio. We hebben daar van onszelf in totaal 4 bieren, want we hebben 2 brouwerijen zelf. We hebben de Buurse bier en Richters bier. Dus wij doen mee met 4 bieren. En de andere bieren, dat zijn andere brouwers, dat zijn echt brouwers van heel Nederland. Uit de regio wel veel. Hè. We hebben natuurlijk onze lokale helden allemaal aangeschreven. En daarnaast allemaal brouwers vanuit Amsterdam, Arnhem, Eindhoven. Overal komen ze vandaan. Ja. Ja, wat we hier nu aan doen zijn is onze drive-thru. Dus mensen komen hier aan met de auto, bestellen een bier. We hebben hier 8 taps. We tappen in grote flessen. Ik zal er even eentje pakken. Dat zijn deze grote flessen. Die tappen we vol. Je kent ze wel van de supermarkt. Oh. Het begint hier een beetje te waaien. Deze grote flessen die tappen we vol onder de tap en die bewaar je dan in je koeling, in je koelkast. En die drink je dan binnen een paar dagen op en dan heb je dus een vers getapt biertje van de tap. En op die manier kunnen wij toch een beetje van onze fusten af, want we hebben natuurlijk heel veel fusten. En omdat de horeca allemaal dicht zit nu, hebben we aardig wat in te halen. We zitten hier bij de Hoge SB in. Dat is niet van ons natuurlijk, wij huren gewoon eigenlijk een stukje van hun, maar we werken wel nauw met hun samen. Dus we hebben samen gewerkt aan een nieuwe bierkaart, we hebben een grote tent neergezet. En op die manier proberen we toch zoveel mogelijk mensen te kunnen laten genieten van het lekkere eten en natuurlijk ons lekkere bier. En we gaan het meemaken. Wij zijn erop voorbereid, dus kom maar op. Ik denk dat het morgen heel druk wordt. Ja, dat vind ik wel het leukste. Ja. Ik heb het liefst de mensen hier gewoon aan de tap en dat ik gewoon met ze kan praten. En dat doen we nu natuurlijk ook wel op Zoom, maar het is toch wel anders. Het is wel leuker als je ze zelf face-to-face ziet. Ja.